Zes dagen lang is er art, design en music hier in de Red Bull Space. Het wordt gecureerd door Filanella, door designcentrum De Winkelhaak en door Lada. En daarnaast zijn er allemaal huiskamerconcerten waar een aantal kleine concertjes in kleine setting kan volgen. Oh, we hebben een lijst van namen, waaronder Amatorski staat hier met een installatie. Rudy Trouvé heeft een installatie gebouwd. En voor de muziek zijn het een aantal mensen die ook met de Humo Rock Rally hebben meegedaan. Onder andere Gepetto in the Wales, Rina Riot. Dus we hebben zo een x-aantal mensen die hier komen optreden. En dan s'avonds zijn het de parties. De taak van Design Center De Winkelhaak was vooral om kunstenaars te selecteren die jonger waren dan 30, die nog niet super bekend waren en waar wij gevoel bij hadden dat die wel ergens zouden geraken met hun werk. Het is heel gevarieerd, gaat van fotografie naar schilderkunsten. Er zijn interieurvormgevers, productontwikkelaars, jongen die installaties maken, et cetera, noem maar op. Ik ben Annelien Steenberg, ik studeer interieurvormgeving in Gent, in Sint-Lucas. Het is misschien een beetje vreemd om van een installatie naar een interieur te gaan, maar wat ik hier eigenlijk wil duidelijk maken is vooral het concept dat heel belangrijk is in mijn werk. Hetgeen wat ik hier ga brengen is een contradictie tussen illusie en de realiteit. De objecten die hier zelf gaan staan in deze ruimte, die vertonen eigenlijk de droom, de droom die we eigenlijk allemaal hebben. Gelijk samen kindjes hebben of naar een kinderboerderij gaan. En dan de harde realiteit zijn de artikels die op de grond liggen en die verwijzen naar pedofilie of de opwarming van de aarde, het sparen, dat nu een heel moeilijk feit is aan het worden. Aangezien dat ik zelf nog studeer, is dit voor mij een hele grote kans. Ik ben dan ook heel blij dat ik die kan grijpen en ik ga die ook volledig gaan benutten. Dus ik vind Red Bull Space een heel goed concept. Dus ik ben Francis Joosens. Ik ben in 2007 afgestudeerd aan de Academie in Antwerpen bij schilderkunst. En ik ben momenteel nog actief met schilderen bezig met mijn eigen atelier. En eigenlijk heel hard aan het zoeken van oké, wat past er nu bij mij en hoe wil ik met mijn medium verder en ondertussen andere mediums blijven verkennen en zo. Dat kan schilderen zelf zijn en collage, maar dus ook balpen. En ik probeer ze wat te voelen van oké, hoe liggen die contrasten van die mediums tegenover elkaar? Hoe kunnen die op elkaar ingespeeld worden en wat kan ik er verder mee? Ik vind dat wel een goed initiatief. Ik denk altijd maar, zo'n dingen zijn er eigenlijk te weinig. Ik denk dat er vooral voor net afgestudeerde kunstenaars, dat die eigenlijk echt wel hun eigen weg moeten zoeken en dat dat soms heel moeilijk kan zijn. En als die dan een extra duwtje krijgen om dan bijvoorbeeld de ruimte aan te bieden waar ze hun werk kunnen laten zien, dat dat al een klein begin is eigenlijk. We staan in een ruimte van 90 vierkante meter en wat je achter ons ziet, staat eigenlijk overal. Nu zitten we ongeveer aan de 15.000 kussen toch al. En we gaan toch wel voor de volle 30.000 gaan. Nee, we gaan eigenlijk voor de 500.000 kussen. Maar dan zou het wel wijs zijn dat er meer volk langskomt natuurlijk dus, om te helpen, want op de duur. Dus daarom nodigen we iedereen uit om te komen, kijken en kussen. Kijken en vooral kussen. Ja. Iedereen welkom hè, in het Herman Teirlinck gebouw en laten we hopen dat het een unieke ervaring is voor iedereen. Hè. Voor ons was het alleszins een unieke ervaring. Dus wie graag naar Red Bull Space komt, is welkom in het oude Herman Teirlinck gebouw, uiteraard in Antwerpen, op het Mechelseplein, waar nu Filanella gehuisvest is. Daar kan je terecht van donderdag 26 april tot en met dinsdag 1 mei. Tot dan!